Het is maandag 21 juni, exact 7:30. Geen idee of Nederland gewonnen heeft. Zo straks stonden ze met 1-0 voor. Welkom in de Bibliotheek van Gave. We gaan het hebben over Alzheimer en dementie. Welkom in het Alzheimer Café Gave. Ik ga eerst even afvragen, wat is nou precies Alzheimer? Wat is dementie? Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes in de hersenen. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer. Maar ook vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie komen veel voor. Deze ziektes tasten de hersenen zo aan dat ze belangrijke informatie niet meer kunnen verwerken. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Bij vrouwen zelfs 1 op de 3. En dementie komt ook voor op jonge leeftijd. De gevolgen voor iedereen zijn groot. Want mensen met dementie kunnen uiteindelijk niet meer voor zichzelf zorgen en sterven uiteindelijk aan de gevolgen van dementie. Daarom moeten we samen zo snel mogelijk oplossingen vinden. Lees wat jij kunt doen op alzheimernederland.nl voor een toekomst zonder dementie. Ja, het is Alzheimer en dementie en ja, eigenlijk een heleboel begrippen. En we zijn ontzettend benieuwd hoe dat in elkaar steekt. Maar daarvoor gaan we ook spreken met deskundigen, met ervaringsdeskundigen, met mantelzorgers en met professionals. En ik heb eerste ronde heb ik aan tafel en van harte welkom Christine Peters. Ja, Christine, we kennen elkaar, hè? We woonden bij elkaar in de wijk. Mars bewoonde ons. Ja, de Mars in Graven, dus was de beste wijk van Graven, dat zeggen we dan. Maar Christine, en tegenover Christine, Bets, voor mij tante Bets Bongaerts. Bets, ook welkom. Ja, ik zelf, we woonden in de Mars, was toch een hele, toch wel een hele fijne, warme wijk, hè, met allemaal fijne mensen. Zeker weten. Ja, en jij hebt als professional een bakkerij gehad natuurlijk. Hoeveel jaar toch in totaal? 45 jaar. Dus je kent iedereen zo'n beetje in de wijk. Ja, al die jonge lui die zijn allemaal opgegroeid, zijn allemaal groot geworden. Allemaal groot, ja. Eerst klein, ja. Ja, precies. Nou, best ook welkom deze avond. En we hebben naast ons een professional. Dat is Mirjam. Wat doe je precies? Ik ben case manager dementie bij buurtzorg. Dus ik ben eigenlijk voor de middag wijkverpleegkundige. En na de middag doe ik vaak huisbezoeken bij mensen die dementie hebben. En te begeleiden. En vooral ook de mantelzorgers. Dus ik zit ook met mantelzorgers aan tafel. Omdat die vaak de meeste steun nodig hebben om het goed geregeld te krijgen. En daar hopen wij een bijdrage aan te kunnen leveren. Is er een Nederlands woord voor case manager? Hier in Graven noemen ze het case manager. In het land van Kuik is het ouderenverpleegkundige, noemen ze het. En er zijn nog wel tig meer namen. Maar ja, iedere regio heeft zijn eigen naam eigenlijk. Het gaat erom dat je de spil bent voor de mensen om te kijken van wat je het beste kunt bieden voor de mensen. Je hebt veel contact met families, met de patiënten zelf en met de professionals natuurlijk er rondomheen. Ja. Want ja, het is wel een wereld op zichzelf. In welke zin bedoel je? Nou ja, ik bedoel, ik heb er een beetje een lopen neuzelen zeg maar, de afgelopen dagen. En los in van het feit dat, ik wist ook niet dat dementie zoveel verschillende vormen heeft. Het is toch een, ik wil niet zeggen een weerwar, maar er zijn heel veel spelers op het veld. Ja, er zijn heel veel verschillende soorten dementie. Dat was net ook in het filmpje al te zien. Er zijn een paar die eruit springen en één daarvan is Alzheimer. Dus dat is een vorm. En je hebt de vasculaire dementie en frontotemporale dementie. Dat zijn eigenlijk de bekendste vormen. En van de ene kant maakt het niet zoveel uit welke vorm je hebt. Want het is gewoon belangrijker dat je naar de mens kijkt en wat die heeft. En al die vormen hebben gewoon, ja, iedereen heeft zijn eigen specifieke dingen. En daar moet je op meegaan. En je kijkt ook, want iedereen is gewoon, staat in een ander stadium, een andere fase. En het is elke keer zoeken naar hoe ga je ermee om en wat kun je elkaar helpen en wat kun je aan elkaar aan tips geven, zodat ze dus het overeind houden. Ja, die bruikbaar zijn en die helpen. Christine, jouw man heeft Alzheimer.
Ja. Ja. En ook, ja, er is ook natuurlijk een wereld, wist je van tevoren ook niet van nee. wat dat inhield. Gelukkig niet. Nee. Dus is dat jou overkomen dan ook samen met jouw man? Ja, maar hij heeft dus, ik merkte al aan allerlei dingen. En dan zei ik, ja Jan, dat weet je weer niet. En toen zei hij, jij vergeet ook wel eens wat, zei hij dan. Hè? Ja. En, maar van lieverlee is hij toch zelf ook tot de ontdekking gekomen dat niet was zoals het zijn moest. Dus, maar het is nu al 12 jaar. Ja, 12 jaar. 8 jaar is hij thuis geweest. Oké, en sinds dus in totaal 4 jaar... 4 jaar woont hij in het stoofhuis. In het stoofhuis, ja. In de stoof. Daar heeft hij het ook erg naar zijn zin. Ja, ik vooral. Ja. Hij ook hoor. Ja. Hij wordt heel geweldig verzorgd. Ze zijn allemaal lief voor hem. Ja. Maar hij beseft het denk ik niet meer. Maar ik ben er heel blij om. Ja. En ik ga eigenlijk dagelijks daar naartoe. Ja. Altijd met plezier. Behalve nou in de coronatijd. Ja. Dat vond ik wel een beetje moeilijker. Dat was veel lastiger natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar heeft het je veel rust gegeven dat hij verhuisd is? Ja. In het begin nog niet zo natuurlijk. Want je denkt dat je het zelf het beste kunt. Maar dat is echt niet waar. Is het een zoektocht? Bets, jouw man is ook, heeft ook Alzheimer. Of een vorm van lichte dementie. Je hebt het gezegd door de dokter. Is het een zoektocht om dat... Ja, om dat te herkennen en te ondervinden van... Je bedoelt het begin van? Ja, het begin ervan. Nou, jaren terug, een paar jaar geleden, was het al zo dat hij vergeetachtig dingen... Maar verder echt nog helemaal gewoon goed. Na zijn corona is het veel erger geworden. Ja, heeft dat met de tijd te maken of met de tijd dus dat mensen meer op zichzelf worden geworpen? Of is het gewoon puur het proces? Ja, het proces. Dat valt niet mee, want ja, jullie zijn sociale mensen. Dus, ja. Tenminste, ik kan me herinneren. Vroeger de feestjes waren bij Ben en Bets altijd. Ja, zijn er nog wel hoor. Ja, nog steeds. Hè? Dus, maar het verandert dan wel. Is dat voor jou ook een zoektocht? Als partner? Ja, eigenlijk wel. Sommige dingen zeker. Ja. Maar er zijn ook dingen, ja, daar gaat hij gewoon mee. Ja. Problemen mee. Nee. Maar vergeten en mijn namen en zo. Bij hem liggen alleen de kinderen en de kleinkinderen. Dat is de hoofdzaak. Ja, en misschien ook wel het meest belangrijke. Dat is het ook. Ja, toch. Zeker voor hem helemaal. Ja. Als hij maar kinderen ziet, dan is het... Maar hij vergeet gewoon de namen. Maar als je ze ziet, dan komt je er wel bovenop. Nou, goed, je kent mijn moeder, dus zij heeft ook Alzheimer gehad en had 100.000 trucken, zeg maar, om het te verbloemen. Jazeker. Dat herken je wel. Jazeker. Ja. Ja, goed, je kent mijn moeder, dus die babbelde maar wat aan en dan had ze in de gaten, oh, Bets is hier, het kwartje viel dan uiteindelijk. Dat was altijd een feestje, hè? Ja, zeker. Maar dat zeg maar, die trucendoos, dus die men dan heeft met dementie, die is herkenbaar en dat wordt steeds lastiger, denk ik dan. Ja, het wordt er niet beter op in ieder geval, hè? Nee. Een beetje eigenwijs zijn ze dan, hè? Ja. Ze wel denken dat ze het nog allemaal weten, dat het dus niet zo is. Nee. En heel veel dingen vergeten, hè? Ja. Dat is ook een heel groot probleem. Nou, ben je mantelzorger? Ja, dat zeggen ze. Ja. Is een soort van... Nou, dat is voor mij niet zo'n... Nee. Het lukt allemaal nog wel, hoor. Ja. Ik kan nog heel veel dingen zelf. Heb je wel hulp nodig op sommige vlakken? We hebben al wat hulp, ja, zeker. Ja. De buurtzorg. Ja. Helpt ons goed. Ja. Als het nodig is. En een dagje af en toe in de week om een beetje zwaarder werk te doen voor mij. Ja. Maar verder doen wij nog alles samen. Ja. We hebben heel veel hulp. Elke dag komt er wel een kind binnenlopen van ons. Ja. Een hulpje. Ja, ze wonen allemaal dichtbij. Jullie hebben 4 kinderen en hoeveel kleinkinderen? Ja, daar hangen 8. Kijk. En 3 achter. Al 3 achter kleinkinderen? Bijna 4. Oh, het gaat ook als een razende. Maar... En dat is het leven van mijn man op het moment. Ja. Ja, dus daar is hij op gefocust. Hij interesseert hem ook niet van deze tijd, dingen. Voetballen vindt hij nog wel leuk. Maar dan moeten ze heel snel een doelpunt maken. Dan zegt hij, ik vind er niks aan. Nou, Ben, ik hoop echt dat er doelpunten gemaakt zijn zojuist. Dus dan geniet je net zo als anders. Duren, want ze hebben weinig geduld. Ja. De man die is... hij kan er wel lekker even ergens zitten, maar niet te lang.
Ja, maar, dat, maar volgens mij was dat vroeger ook. Gewoon doorpakken, ondernemer, gaan met die banaan. Dus. Als de jongens binnenkomen, is alleen maar zaak, zaak, zaak. Ja. Gaat het goed? Loopt het allemaal nog wel? Ja. Nee, dat gaat. Verder heb ik met mijn man nog weinig problemen. Nou, die zorg hoeft hij niet meer te hebben over die zaken. Ik kan niet meer koken, ik kan niet meer in de keuken. Nee. Het was een echte kok, hè? Ja. Ja, kook jij nog steeds voor ja, jullie mag samen? Ja, af en toe mag je ernaast staan. Ja, wat aanwijzingen geven. Ja, nee, dat, niet meer bij het gas. Nee, nee. Dat kan echt niet. Nee, dat zijn dan van die typische zaken waar je dan echt op let. Ja, en alles kwijt. Hij is regelmatig wat kwijt. Ja. Dus op die dagen en dan zit het in het zakje van de blouse. Ja, ik heb er zelf ook wel een beetje last van. Dus. Dan weet je waar ik het over heb. Ja, absoluut. Ja. En verder gaat het op momenten. Ja, fijn. Redelijk. Ja, en ik hoor ook, hè, Mirjam, is dat sociale omgeving is super belangrijk. Ja, dat is bij ons heel veel. Ja. Ja, sociale kans, want mantelzorg is gewoon 24 uur per dag, per week. Het gaat maar door. En het is altijd, dat is ook wat Bets zei. Niet. Ja, zeg maar. Ik mag niet van huis. Het mag. Nee, ik kan niet van huis. Mm-hmm. Ik laat hem ook nooit alleen. Want dan zou die zo in één keer buiten kunnen lopen. Ja. En dat vind ik niet prettig. Maar heb jij... Hij is best wel angstig voor vallen. Maar heb je nog wel ruimte voor jezelf dan? Jawel, neem ik wel. Ja. Zet hem af en toe maar in de stoel dat je rustig moet zijn. Ja, ja. Ja, ja. Dat zijn we ook... Laat boeken kijken, bladen. En ja. Hij heeft bepaalde boeken. Nou, de hele buurt en de hele familie moet dat meenemen. Hij heeft vroeger nogal wat meegemaakt als kleine jongen. Bij hem thuis. Is toen een jongen in de oorlog doodgeschoten. Ja. Daar heeft hij een boekje van. En er is in de hele buurt bij ons een hele familie niet of het boekje moet. Als er maar iemand binnenkomt, is dat aan de beurt. Ja. Daar zit hij heel vol van. En vol, heel vol van zijn ouders. Mm-hmm. Die heeft een grote foto in de hals. En hij zei, ik praat elke dag met mijn ouders. Ik zie Christine meeknikken, ja. Dus je herkent dat. Dat proces heb je dus ook meegemaakt. Ja, zeker. Dat hij ook naar zijn moeder wilde. Ik ga naar zijn moeder, zei hij dan. Ja. En dan wist hij ook goed hoor. Dan liep hij naar de markt. Dan liep ik wel achter hem. Daar had hij helemaal geen erg in. Ja. Want hij liep dan, weet je wel, met grote passen. En ik 3 meter achter hem aan en rechtstreeks naar de markt. Hè. Ja. Maar toen wist hij het niet meer. Nee. En toen tikte ik zo op zijn schouder. En toen keek hij. Maar toen kende hij niet meer nog. Hè. Ja. En toen, hey, jij hier? Ja. Nou, en toen was het ijs, toen was moeder niet weer naar de achtergrond. Ja. En toen is hij gewoon mee naar huis gegaan. Maar ik herken dat ook hoor. Ik mag ook niet ver weg zijn. Of hij roept al, hé, Bets, waar ben je? Ja, waar ben je? En ja. Hij is heel aanhankelijk. Ja. Hij wil de hele dag maar dat je in de buurt bent en naast hem zit. Als dat maar is, dan is alles goed. Maar ik hoor ook aan het verhaal van Christine, het soms kan het ook heel grappig zijn. Ja, zeker. Mijn moeder die was dus helemaal gek van Guus Meeuwis. En die had hele gesprekken met de moeder van Guus. Nou, die is nooit bij ons geweest, maar ja, dat zijn dan wel grappige zaken. Dus die herinner je dan. Maar op een bepaald moment wordt het vlakker, vermoed ik. Ja, zeker, ja. Zeker. Maar in het begin heb je best nog veel, ook nog veel plezier samen, hoor. Ook om de onnozelste dingen. Maar ja, dat vervlakt inderdaad. Ja. 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 Nou heb jij, Jan woont in het stoofhuis, dus je hebt wel meer ruimte gekregen voor jezelf. Ja, heel veel. Ja. Ja. Ik heb gewoon mijn leven terug, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, dus dat is dan toch wel fijn, dus dat zulke instellingen bestaan. Zeker, maar ik dacht dat ik het alleen zelf het beste kon natuurlijk. Ja. Maar als je niet meer slaapt, hij ging dus 's nachts aan het spoken en zo. En als je niet meer slaapt, dan hou je het niet vol. Nee. Dat kan niet. Nee. Ik sliep geen nacht meer. En, nou, en toen werd het stoofhuis opgezet. En ik vind het vandaar zo fijn ook dat ze direct naar buiten kunnen. En Jan had in het begin heel veel loopdrang. Dus die heeft er wat om het huis heen gelopen. Hè, met de boterham in de hand. Want dan konden ze hem niet naar binnen krijgen. Ja. Maar dat is wel een groot voordeel, vind ik hoor. Ja. Hoe werkt het nu? Goed, je ontdekt, je partner wordt wat vergeetachtig. Je gaat wat symptomen misschien herkennen of andere mensen zeggen er iets over. Ja, en dan ga je naar de dokter. Ja. Dus dat is het proces, denk ik, hè? Zo ging het bij jullie ook. Ja. Ja, en dan? De dokter die gaat wat testjes doen of zo? Of, Kleine tests, maar dan word je gewoon doorgestuurd naar de geriater, hè? Ja,
En daar wordt ook getest. Ja. En dan in het begin heeft Jan nog van die pleisters gehad. Ja. Weet je wel, om het stabiel te houden. Mm-hmm. Ja, of nou iets, dat weet ik niet. Nee. En dan iedere keer diezelfde test kwam iedere keer terug. En iedere keer zie je dan achteruitgang. Hè. Dat zijn 30 vragen. En dan kan de eerste keer kon je er nog 23 en toen 17 en toen 10. En ja, toen 5. En ja, dan is het afgelopen. Ja, en dat is dus... En dan hoef je ook niet meer terug te komen. Hè. Dan is het... Je kunt wel, als je met problemen zit, kun je wel bellen. Zo zeggen ze dat dan wel. Maar je hoeft niet meer bij de geriater terug, want ja, het heeft helemaal geen zin meer. Maar dan vindt er een indicatie plaats? Ja. En dus een zorgindicatie? Ja. En kom je dan in een soort van molen terecht? Van... Ja, maar bij ons is het vrij snel gegaan. Toen ik wist dus dat het stoofhuis kwam, heb ik meteen in laten schrijven. En ja, we hebben verder niks hoeven doen. Want die indicatie is dus eigenlijk later gekomen. Later gekomen, ja. Is dat iets waar je nu ook al mee bezig bent, Bets? Nee. Het is ook een feit. Ik ook niet weg, echt niet. Hoef niet te proberen. Nee, dat is gewoon... Er zijn enkele dingen. Nee. Maar het is, als je nou tegenwoordig de indicatie krijgt van dementie, dan wordt er vaak een case manager ingeschakeld. En die begeleidt dan het hele proces. En die kijkt dan, we beginnen vaak met huishoudelijke hulp en ontlasting. En misschien naar een dagbesteding. En ja, je bouwt daar gewoon rustig op. Ook die dagbesteding is soms ook nog zelfs voor de mantelzorger te ontlasten. Want dat is vaak dan, je wil die overeind houden. Mm-hmm. Dus dan probeer je wat dingen in te zetten. En dat is dus huishoudelijke hulp en dagbesteding. Dus een begin. En dan langzamerhand, als het minder wordt, dan ga je kijken van, moet er iets opgenomen? Ja, moet je daar iets voor gaan regelen? Maar dat is een proces. En daar zetten ze tegenwoordig dus de case managers of oudere verpleegkundigen in die dat proces begeleidt. Maar dat zullen daar de professionals zijn. Hoe werkt het, Mirjam? Want ik kan me ook voorstellen, kijk, jullie zijn mantelzorgers. Hè? Dus als partners naast jullie partners. Maar als je vrij alleenstaand bent en misschien zelfs zonder familie. Ja, wat is dan het moment dat er iets gebeurt? Dus hoe werkt dat dan? Ja, dat is ook heel moeilijk. En mensen die alleen wonen, die kun je heel lang begeleiden. Ik heb ook iemand gehad en die zei van... Ja, maar ik merk er toch niks van. Dus jullie kunnen wel van alles zeggen, maar dat is niet zo. Nee. Ja, en dan sta je daar met de rug af en toe tegen de muur. En dan merk je, ze verzorgen zich niet meer, het eten. Ja, dan moet je gaan kijken of je dingen toch kunt doen met maaltijdvoorziening. Of met burenhulp of met vrienden. En dat je toch, toch een beetje structuur in die dag houdt. Maar dat is soms wel een hele uitdaging. Want als mensen, zolang mensen geen gevaar zijn voor zichzelf of voor een ander, dan moet je ze toch in de thuissituatie helpen. Hoe word jij als professional opgeleid? Ja, daar heb ik een opleiding voor. Ja? Ook specifiek op dit thema? Ja, echt specifiek. Dan krijg je allerlei dingen op, familiegesprekken, achtergrondinformatie, medische dingen en hoe je een sociaal netwerk, eigenlijk alle dingen die daarvoor nodig zijn. En je moet je blijven bijscholen, want het verandert. Er blijft zoveel veranderen. En ook de indicaties en de dagbestedingen of alles wat er is, dat blijft veranderen. Dus je moet je blijven bijscholen. Nou, zijn Jan en Ben op in ieder geval van een wat oudere generatie, hè? Van, in ieder geval van voor 40, hè? Ja, 36. Ja, hè? En Ben ook, hè? Van voor 36. En Ben ook, hè? En is van 37. Van 37. Maar zijn er ook jonge mensen met Alzheimer? Jong dementie begint ook steeds meer te komen. En dat is de groep van 50, 55 tot 65, 70. En worden er steeds meer. Ja. En we hadden eigenlijk iemand hier ook aan tafel die de moeder jong dement was. En die zijn nou ook aan het kijken of het erfelijk is. Omdat er kan een vorm zijn van erfelijkheid bij jong dementie. Dat hoeft niet. Maar dat is een heel gezoek om dat dus te ontdekken. Maar dan krijg je dus veel meer problemen. Want mensen zitten nog in het arbeidsproces. En dan moet je dus hele andere dingen gaan doen. En kijken of iemand nog in het arbeidsproces kan blijven... meetellen, want je wilde ook niet zomaar. Dus dat is wel heel, heel heftig. Dames en heren, we kijken naar het Alzheimercafé Graven. En dat doen we vanuit de bibliotheek live.
En we hebben een aantal gasten waarbij we een paar rondjes maken tot 8:30 live op de zender bij Omroep Land van Kuik. Even weer terug als het gaat over informatie. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zoiets hebben van, goh, interessant, ik zie ook wel wat dingetjes om me heen. Ik zou er iets mee willen doen. Is dan zo'n café, dus nu even online in verband met corona, en we hebben wel wat gasten allemaal op gepaste afstand, maar is zo'n café dan, helpt dat? Dat kan wel helpen, maar ik denk dat we daar straks over moeten hebben in een andere ronde. Daar komen er meer Hoe ervaar jij dat? Ik ga straks die vragen nog een keer stellen. hoe ervaar jij dat als wijkverpleegkundige, als case manager? Nou, dat daar ook een bron is van informatie. En dat, nou, wat heel fijn is, dat mensen elkaar daarin kunnen vinden. En dat ze, mensen... begrip. Lotgenoten en begrip hebben. En dat is denk ik het hele mooie van een Alzheimer Café. Nou, daar gaan we straks meer over vragen. We hebben een filmpje. We hebben even gekeken bij jullie naar binnen, ook bij een van de locaties. We hebben niet iedereen gesproken, maar toch wel een aantal mensen die iets kunnen vertellen over dementievriendelijkheid. En daar wilden we meer over weten. En kijk maar mee naar het filmpje. Dus je, op dat scherm daar zo. En op dat scherm, dus dat gaat helemaal goed komen. En na het filmpje gaan we in gesprek met een aantal professionals. In de gemeente Gaven zijn een aantal locaties waar je heel prettig kan wonen met dementie. Met aandacht, veiligheid en bovenal kwaliteit van leven voorop. We gaan een kijkje nemen. Geeft niks, je mag een ander antwoord geven. Oh, dat is goed. Hoe vindt u het hier om in een stoofhuis te wonen? Ik ben hier eerst geweest met mijn moeder. En toen was nog verder geen opening van de andere gezellen, van andere mensen. Alleen maar die hier nog altijd al die jaren waren. En toen is mijn moeder mee geweest en toen zei ze, ach Trudy, je moet hier blijven. Het is hier een geweldig iets wat ze hier allemaal gemaakt hebben. Ik zeg, nou dan wil ik dat wel doen. Ja. Want ik hoef verder geen zorgen te maken dat er iets niet gebeurt. Maar het gebeurt allemaal toch wel. Dus ik wil hier blijven. Nou, en wat vindt u hier het fijnste? Ja, dat je toch een eigen kamer hebt. En daar wordt ook veel zorg aan verlicht. Maar ik vind het hier wel goed wonen. Nog steeds, iedere dag ben ik nog blij dat we hiervoor gekozen hebben. Omdat het gewoon kleinschalig vind ik heel belangrijk. Ook dat hij meteen naar buiten kan. Dat ze niet het idee hebben van we zitten opgesloten. En ja, ik ervaar het gewoon als heel prettig. Ook met de verzorging en ook met de andere mensen en met de familieleden. Je hebt gewoon contact en heb je een grotere... Te huizen niet zo. Ja. Ik ben Luut van der Linde. Ik begeleid hier mensen. Dementievriendelijk. Dementievriendelijk is een omgeving waar mensen zich vertrouwd voelen, thuis voelen. Dat ze het gevoel hebben dat ze erbij horen. Dat ze niet beoordeeld worden. Eigenlijk mee laten draaien in een eigen kunnen. Ja, dit is mijn werkplek. Het is een huis voor mensen met dementie. Ze kunnen echt er eigen hier zijn. We hebben heel veel activiteiten die we samen doen met het huis. We hebben een heel leuk team, heel leuke mensen. En ze kunnen gewoon echt er eigen zijn hier in huis. Gewoon de dagelijkse dingen hebben ze zin om te helpen. Helpen ze mee in de keuken. Hebben ze geen zin, dan doen ze het niet. Wasvouwen, stofzuigen, de tuin doen. Het kan hier allemaal. En als iemand beginnend dementerend is, dan proberen we die persoon daar zo min mogelijk last van te laten hebben. Door dementievriendelijk. Ja, dat je begrip hebt voor de mensen en niet zoals, niet doen of dat het kleine kinderen zijn, want het zijn allemaal gewoon volwassen mensen en je moet ze gewoon, vind ik, met respect behandelen. Maar ja, ook weer niet, weet je wel, want soms moet je ook wel, hoe moet ik dat zeggen, je moet ook met ze meepraten. Weet je wel, niet afkappen en niet, oh nee, maar dat is niet zo. Weet je, gewoon meegaan. Oh ja, weet je, zo dan. Dat vind ik dus dementievriendelijk. Klooster Emmaus zijn we hier en wij zijn hier vanuit Brabant Zorg terechtgekomen met Carousel Groen.
omdat wij gezien hebben dat deze omgeving speciaal is, maar ook iets speciaals kan bieden voor mensen. En ook mensen met een ondersteuningsvraag, zoals mensen met dementie. En wij zien hier kansen, en daar zijn we ook al mee bezig, om mensen een plek te geven in dit klooster, dat ze participeren, maar ook mee blijven doen. Hè? Dat ze bijdragen aan de leefgemeenschap, aan alles wat hier gebeurt in het klooster. Dementievriendelijkheid. We gaan er nog veel meer over weten. U kijkt nog steeds naar het live programma, oftewel Alzheimer Café Graven vanuit de bibliotheek. Het begint al een beetje schemerig te worden en we gaan tot 8:30 door. We hebben weer een aantal nieuwe gasten. En ja, het gaat dan over vooral een beetje meepraten en ook niet afkappen. Hoe ervaar jij dat, Suzanne? Jij bent verpleegkundige. Je hebt te maken ook met patiënten en ook ja, de mensen eromheen. Is dat ook een soort andere taal die je spreekt in deze omgeving? Ja, ik ben Suzanne. Ik ben verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde. En ik werk bij huisartsgroep Graven. Ik werk ook in de wijk. En ik kom inderdaad dus zowel mensen thuis tegen, zeg maar, als ook op de huisartsenpraktijk. En nou, wat je benoemt is inderdaad een goede, hè? Want het is juist zo mooi, vind ik, om de mens achter de mensen te zien en mensen zelf te kunnen laten praten, zodat je ook veel beter hun behoeften uiteindelijk in kaart kunt brengen. Mm-hmm. Dus dat uit laten praten is inderdaad heel belangrijk, ja. Is dat ook de reden dat je het vak hebt gekozen? Ja, eigenlijk wel een van de redenen. Ik vind het inderdaad sowieso heel mooi om de mens achter de mens te zien. En ik denk dat dat juist bij dementie heel belangrijk is. Omdat mensen soms ook wel wat veranderen, hè? En ook het gedrag kan wat veranderen. Maar het is zo mooi om ook te weten hoe iemand vroeger was. Zodat je ook ja, de dingen die je voor de toekomst samen gaat doen, dat beter passend kunt maken. Ja, ik kan me iets meer voorstellen. In die zin werken jullie ook met elkaar samen. Nienke, je bent van Socium. Ja. Maatschappelijk werk is dat toch? Of, ja, voor sociaal werk. Sociaal ja. werk. Ja. Hebben jullie veel samenwerking met elkaar? Ja, we hebben zeker veel samenwerking met elkaar. Met name rondom het seniorenwerk, want ik ben seniorenwerker dan in de Socium. En ja, als er wat kwetsbare ouderen bij jullie komen, bij de huisartsenpraktijk, waarvoor liggend nog iets gedaan moet worden, of dat ze een vraag hebben of een probleem, ja, dan hebben wij contact. Dan worden de mensen doorgewezen naar onder andere mij of een ander seniorenwerk. Ja, dan pakken wij die vraag op. Dan gaan we in gesprek met de betreffende persoon en vanuit daar kijken we wat wij, ja, waar wij ze kunnen ondersteunen. Ja. Dan heb je een soort signaalfunctie. Ja, mede ook inderdaad. Dat doe je ook samen met de huisartsen? Ja, samen met de huisartsen inderdaad. Ja. Ja. En heeft elke huisartsenpraktijk een deskundige zoals jij? Nee, ik ben eigenlijk de enigste hier in de omgeving op dit moment. Ik hoop wel dat ik er in de toekomst veel collega's bij ga krijgen. Maar de verpleegkundig specialist ouderenzorg is in de eerste lijn best wel zeldzaam nog eigenlijk. Ja. En hoe werkt dat met patiënten die gesignaleerd worden bij andere huisartsenpraktijken? Kan het zijn dat dat dan over en weer advies gevraagd wordt? Of is dat nog niet zo? Bedoel je met contacten met andere huisartsenpraktijken? Ja. Nee, ik denk dat dat nu op dit moment nog niet zo werkt. Nee. Een kans. Ja, precies. Okay. Even vasthouden, dat is een kans. Interessant. Yvonne, je bent het dagelijks leven bij jij manager van Stoofhuis. Klopt. Trotse manager. Ja, een hele trotse. Wat een leuke tent, wil ik zeggen. Maar, ja, maar dat is het ook. Ja. Een prachtig huis. Ja, iedereen altijd blij en gezelligheid. Ja. Af en toe dan kom ik dus bij de huisartspraktijk. Ja, ik moet ook wel eens naar de huisarts. En dan kijk ik een keer naar rechts en links. En dan zit iedereen lekker in de tuin te genieten van een gebakje. Hm. Het is echt, echt thuiskomen. Nou, dat is wat we graag willen. Net als thuis. Ja. Het dagelijkse leven, net als thuis. En vooral kijkend naar wie er bij ons komt wonen. Wie is het? En wat is zijn levensverhaal? En daar vooral op ingaan. En daar de mooie dingen uithalen. Ja, ik heb gewoon fantastisch werk. Nou, gefeliciteerd in ieder geval. mensen die daar zijn, zijn dat altijd mensen die er ook wonen? Of is het ook een dagbesteding voor sommigen? Nee, het is geen dagbesteding. We hebben 24 uur zorg. We hebben plaats voor 22 bewoners. Mm-hmm. Zo noemen wij onze cliënten, patiënten. Maar bij ons zijn het bewoners. Er is één echtparenstudio. En voor de rest zijn het éénpersoonsstudio's. En mensen komen gewoon echt bij ons wonen, 24 uur per dag. Ja, en er zit er veel verloop in? Valt het mee? Nou,
ze hebben graag dat het wat iets meer is, want ja, de wachtlijst loopt natuurlijk op. Maar ja, mensen wonen heel graag bij ons. Dus als ze iemand bij ons wonen, dan zijn ze ook best een tijdje bij ons. Ja, merk je dat ook? Dat mensen dan ook graag ergens willen wonen, of in ieder geval dicht bij hun familie en woonhuis. En dat niet altijd, dat niet altijd geregeld kan worden. Klopt. Ja, er is veel vraag naar voor ouderen inderdaad die willen of moeten verhuizen. Maar dat er veel wachtlijsten zijn. Dus en, ja, gewoon langer thuis moeten blijven wonen, ongeacht of ze dat willen. Nou ja, goed, je hoorde net Bets ook zeggen van nou, ik ga niet weg waar ik woon. Ik woon prima zo. Ja. Dus het is ook niet zo van dat je een plan maakt, zeg maar, voor de toekomst. Dus het overkomt je. En ja, en dan moet je denk ik op een hele korte termijn iets gaan regelen met elkaar of zo. Dus, ja, je moet een beetje vooruit denken. En dat maakt het juist zo moeilijk. Want ja, je weet nooit hoe snel een ziekteproces gaat. En wat wij vaak ook wel zien is van, ja, dat het soms net te laat is. En dat is dan zo jammer. Maar ja, dat komt door dat er te weinig plekken nog zijn. Ja. Maar ja, er moet wel iets gebeuren. Want in 2040 hebben we 100% meer ouderen dan 70 jaar. Dus 100% meer. En de voorspelling is dat we nu ongeveer 220 mensen met dementie ingraven hebben op dit moment. En als we dan tegen die tijd hebben we te maken met een verdubbeling. Dus er moet iets gebeuren. Ik denk nog een huis er tegenover van ons. En wie moet op welk knopje drukken om dat voor elkaar te krijgen? Wij. Ja. Met z'n allen. Met z'n allen. Ja, dus ik denk dat we met z'n allen moeten, ja, vooral moeten, ja, kenbaar moeten maken dat het probleem groot is. Ja. Ja, precies. Ja, ik merk het iedere dag. En dan niet alleen ook de professionals, denk ik. Maar ik denk dat we het nog veel breder moeten trekken. Hè. Dan heb je het over de dementievriendelijke gemeente Graven. En het is fijn als mensen allemaal gewoon weten wat de dementie inhoudt. En hoe dat we samen eigenlijk dat kunnen gaan behapstukken, zeg maar. Ja. Nou, goed, nou haal je de woorden uit de mond. Want ik ben dus nieuwsgierig hoe dementievriendelijk is Graven. Want ik weet voor een tijdje terug, ik zie Mari ziek achter jou. Mm-hmm. Er is een soort convenant getekend. Mm-hmm. Hoe, dan ga je heel serieus kijken. Maar is het dementievriendelijk, Graven? Ik denk dat we heel goed op weg zijn. Ik moet zeggen dat ik er zelf het fijne niet van weet. En mijn collega Mirjam weet daar veel meer van als ik. Maar ik denk dat we wel goed aan de weg in timmeren zijn. En ook als we kijken naar hoe dat we samenwerken inderdaad. Hè, we hebben een netwerk ook in de gemeente. En wat we ook zeker voor mensen met dementie en hun naasten kunnen gebruiken. Om zo sneller te schakelen, zeg maar, in de zorg. En om het gewoon, he, allemaal wat beter te controleren, zeg maar. Het wordt voor jou steeds drukker. Het wordt voor iedereen, denk ik, veel drukker. Ja. Niet alleen voor mij. Ja. Ja, voor iedereen die zich met hetzelfde thema bezighouden. Ja. Merk je dat ook in het sociaal werk? Dat dementie steeds meer een urgentie, of hoe zeg je dat, een zwaarder thema wordt binnen jullie werkzaamheden? Goed, wij hebben niet per definitie altijd direct met mensen met dementie te maken, omdat wij juist... Jij zegt dementie. Dementie. Is het nou dementie of dementie? Ik zeg dementie. Ja, ik hoor daar verschillende manieren, wordt het uitgesproken, maar jij zegt, of is dat een beetje chiquer? Ja, ik kom zelf uit Venray, dus kijk, Limburg misschien. Ja, dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Sorry, ik onderbrak je maar. Ja. Je vraag nog een keer. Ja, dus van, ik weet niet meer wat de vraag was, maar in hoeverre dus het steeds drukker wordt of het urgenter wordt, kijk, het komt alweer terug, wat urgenter wordt als het gaat over jullie werkzaamheden. Je zegt, we zijn niet alleen maar met dementie. Niet per definitie, nee. Wij zijn eigenlijk het voorliggend veld, hè, dus voordat er überhaupt sprake is van dementie of expertise aan bod moet komen rondom dementie bijvoorbeeld, dus professionele zorg. Wij zijn daarvoor eigenlijk al bij de ouderen betrokken. Dus soms ben je wel al enige tijd bij iemand betrokken en merk je wel dat, krijg je niet pluisgevoel, zeg maar. Hè? Dus dat je denkt van, goh, misschien is hier meer dan alleen ouderdom. Heb je daar een voorbeeldje bij? Niet pluisgevoel? Goed, bijvoorbeeld hoe ze erbij zitten, hoe verzorgd dat ze zijn, wat dingen vergeten. Maar ook met name als er een mantelzorger betrokken is, hè, die signaleert natuurlijk ook. En daar ga je ook het gesprek mee aan. Dus zo kijk je samen van, goh, wat speelt daar en waar is ondersteuning in nodig? En is er inderdaad sprake van dementie? En op het moment dat er wellicht is, of in ieder geval een vermoeden is, dan schakelen wij met name met de huisartsen of praktijkondersteuners. Om te kijken of we onderzoek kunnen laten doen. Om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van dementie. En als dat het geval is, dan wordt er een case management dementie ingeschakeld. En
dan is het echt specialistische zorg. Dus dan hebben wij zeg maar onze rol gedaan. Ik ben toch nog even benieuwd naar dat proces, kom ik zo op terug. Als je kijkt naar de gezondheidszorg, want ik kan me voorstellen dat er ontwikkelingen zijn. Is er al een medicijn in ontwikkeling voor dementie? Nee, helaas is dat niet het geval. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn als je kijkt waar we op afstevenen nu. Maar dat is er niet. En er zijn wel wat pleisters inderdaad met bepaalde middelen die het proces wat kunnen afremmen. Mm-hmm. Maar de resultaten daarvan zijn eigenlijk vrij teleurstellend. Dus dat werkt niet. Zijn er nog meer oefeningen? Bijvoorbeeld die gedaan kunnen worden om het proces af te remmen. Ik zie daar al wordt dat druk geknikt. Wat wel eigenlijk uit de literatuur onderzoeken tevoorschijn komt, is dat bewegen heel erg helpt. Dus, dat wandelen. Wandelen bijvoorbeeld. Ja, precies inderdaad. Dus dat helpt wel. Ook om dementie te voorkomen. Maar ook inderdaad om te zorgen dat iemand zo lang mogelijk in een goede conditie blijft. Ja. 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 Is dat bewegen, geheugentraining misschien? Ja, oké. En is dat ook als je nog niet het gevoel hebt van dat je verschijnselen hebt, is het ook goed om te doen? Is het sowieso goed om te doen, Dat wilde ik even zeker weten. Ja. Nog even over dat proces van signaleren, doorzetten, onderzoek doen, naar uiteindelijk indicatie en dan huisvesting. Is dat proces helemaal compleet of missen we daar nog wat in? Zitten er nog, en je zegt van nou, daar mogen wij in Nederland nog wel wat extra aandacht aan besteden? Een gewetensvraag. Ja, dat is een gewetensvraag. Wanneer we ook heel goed naar aan denken. Want het proces loopt natuurlijk niet bij iedereen altijd hetzelfde. Nee. En wat mij vooral opvalt is van, als je iemand in de familie hebt of je hebt een kennis die je een beetje kan helpen, dan ben je vaak wat eerder in zo'n proces als iemand die helemaal niets weet. En daar zou ik wel heel graag wat aan willen doen. Ik vind echt dat sommige mensen echt in zo'n diep gat worden gegooid en zo hard moeten werken en vechten om iets goeds voor hun echtgenoot te vinden en van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dus daar zou ik wel wat aan willen doen. En ik ben ook al wel heel blij met de case managers. Ja, zoals hier bij de huisartsenpraktijk in Graven, waar ze veel beter geholpen worden. Ja, daar kunnen we nog heel veel slagen in maken. Oké, en voorbeelden zoals wat Bets vertelt en wat Christine vertelt. Dus ervaringen delen, dat helpt ook mensen om Elkaar opzoeken. Elkaar opzoeken. En, elkaar daar ook in kunnen helpen. Ik moet toch kwijt. Ik had vanochtend was ik externe examinator bij Avans. En een van de studenten, dus een creatieve opleiding, die had een project rondom dementie. Mm-hmm. Ik had me goed ingelezen. Ja. En hij noemde het het buurproject. Dus een soort van app-ontwikkeling waarbij mensen met elkaar sociaal in contact kwamen. Ik kreeg het op de 7,5 van mij, maar ik vond het al helemaal oké. Maar dat sociale, zeg maar dat sociale deel, dat is denk ik, eigenlijk zit dat meer in jouw hoek. Ik kan me voorstellen dat je ook op zoek bent naar ambassadeurs. Niet iedereen die komt naar een Alzheimercafé, maar er zijn wel heel veel mensen met ervaring. Ja, zeker. Ja, die kom je zo ook wel tegen inderdaad onlangs. Of wij dan al betrokken zijn of niet, via schaak je altijd mensen in. En probeer je zo elkaar ook de ervaringen te delen. Ja. Ja. Ik denk ook wel dat je het taboe moet weghalen. Als ik naar 4 jaar terugkijk, dan was ons huis er en er stond in een mooie wijk en er werd een hek omheen gezet en dat was het. En eindelijk wist niemand wat er achter dat hek was. Nee. Daar heb ik heel hard voor moeten werken om mensen juist binnen dat hek te krijgen. En kom eens op de koffie. En kom eens bij ons kijken. Is dat gelukt? Ja, en nu als er iemand uit die poort loopt bij me die dat eindelijk niet, waar dat niet zo goed voor is, dan wordt ze netjes thuisgebracht door de buurt. En de buurt let nu ook op. Ja. En dat vind ik zo mooi om te zien. Het moet iets worden. Ja, we hebben het net straks gezien, hè? 1 op de 5. Mm-hmm. 1 op de 3 bij vrouwen. Ja, we moeten met z'n allen heel goed gaan zorgen voor elkaar. Ja, precies. En die mensen zien moet een normaal iets worden. Ik kan me voorstellen, mensen die naar de huisartspraktijk gaan op de Hengel, dus dat ze zoiets hebben van, wat is dat precies? Ik kan me best voorstellen dat mensen geïnteresseerd zijn om even een keertje langs te komen. Kom maar, bel maar aan en je bent welkom. Kom op de koffie.
Nou, u hoort het. Welkom. Het is bij deze geregeld op de koffie. Ja. Even wachten met de mondkapjes, zodat dat allemaal geregeld is, dat het weer kan. En dan zeg je van, ja, we zijn een open huis. Dus ook om te delen van wat er gebeurt en om mensen te ervaren dat het gewoon leuk is. En als mensen graag een handje willen helpen, ook welkom. We hebben een mooie tuin, zoals je straks zei. En die moet af en toe geschoffeld worden. Dus, dat is een oproep. Ja. Dus je zoekt, wat zoek je nog meer? Schoffelaars? Vrijwilligers. Vrijwilligers? Ja, voor alles. Mensen gaan graag, wat jij net ook al zei, hè, bewegen is het belangrijkste voor mensen met een dementie. Ja. Dus lekker met de mensen wandelen en dan juist buiten die poort, lekker door graven heen. Maar daar heb je begeleiding voor nodig. Nou, ik wil per se... U kunt naar 0485 381777 whatsappen. En dat is de whatsappnummer van de studio Omroep Land van Kuik. Ik zal hem daar nog een keertje herhalen. En als u daar een berichtje stuurt van ik wil vrijwilliger worden, zorg dat het in ieder geval bij de juiste mensen terechtkomt. En dan gaat Yvonne van Dijk u volgende week indelen. Zeker. Dus dat gaat goed komen. Wat ik ook graag van je wil weten, is het vastgoed. Hè? Dus ik wil zeggen, de gebouwen. Dus je hebt hier een beheer of een opvang voor mensen die bij jullie kunnen wonen. Maar er zijn natuurlijk meer in Graven. Ja. Wat zijn zoal de locaties, je collega-locaties? Mijn collega-locaties zijn, in Graven staat dan een huis, maar we hebben nu pas een huis in Kuik geopend, in Gennep geopend. Groesbeek is net 2 weken open. Ja, Nijmegen, Renkum, Uden, Veghel, Os. En dat is allemaal van jullie organisatie? Dagelijks leven. Dagelijks leven. Ja. En dan heb je nog de andere organisaties, zoals Katharinehof. Katharinehof en Vellup. De residentie in Vellup. Mariendaal, ja. En het klooster ook nog? Emmaus klooster? Ja, klopt. Ja, ik weet het allemaal. Ja. Ik heb het allemaal onderzocht. En dat is juist zo fijn, dat mensen ook kunnen kiezen. He, want ik bedoel, ik zit hier voor dagelijks leven, maar er zijn heel veel goede organisaties. En dat moet ook. We moeten juist een beetje met elkaar dan blijven we zelf fit. Ja. Dan dagen we onszelf uit. Zelf uitdagen. Ja, zeker. Ja. Ja, is dat ook iets wat je zelf merkt in jouw vak? Of kom je ook nog, leer je nog elke dag weer nieuwe dingen? Ik leer elke dag heel veel nieuwe dingen. Ja, ja. Dat kan ik echt vertellen. Kan, ja. Kan je ons daarin meenemen? Heb je nog iets recents? We denken van nou, dat was toch wel weer bijzonder. Dat, die zag ik niet aankomen. Nou, ik denk dat het met name wel is dat je probeert ook echt rekening te houden inderdaad met wat ik straks al vertelde. Wie was de mens achter? En ondanks dat iemand nu inderdaad wat veranderd is, die behoeftes die blijven daar nog steeds wel. Hè? Dus het is mooi om dat stukje ook mee te nemen verder in je medisch en in je verpleegkundige stuk. Mm-hmm. En dat maakt je uiteindelijk denk ik een betere verpleegkundig specialist. Als mensen die nu aan het kijken zijn zoiets hebben van, goh, ik had hier nog niet aan gedacht bij mijn echtgenoot of bij mijn partner. Maar het zet me wel even aan het denken. Wat kunnen ze dan doen? Dan kunnen ze altijd contact opnemen met de huisartsenpraktijk inderdaad. En dan zorgen we dat er tijd gereserveerd wordt voor een goed gesprek daarover. En ja, dan kunnen we ook verder stap voor stap gaan kijken wat er aan de hand is. En wat ook de oorzaken zijn van bijvoorbeeld een geheugenprobleem. Het wil niet altijd zeggen dat iemand meteen dementie heeft, maar dat kunnen ook andere onderliggende oorzaken zijn, ja. Waardoor dat iemand tijdelijk gewoon even uit balans is. Ja. Ja, het is goed om dan wat te verkennen met elkaar. Ja, precies. Ja. Ja. Ik wil nog even inzoomen op het proces van dementer dementer worden. Ik heb ook al gehoord, en ook al uit ervaring van andere mensen, van ja, het is ook een soort van rouwproces. Ja, zeker als het je partner betreft, je neemt een paar keer afscheid. Ik hoorde Christine al toen straks zeggen van, ja, het is toch alweer heel lang geleden dat ik mijn Jan van vroeger, zeg maar. Is dat ook wel vergelijkbaar? Dus bij alle gevallen, dus dat uiteindelijk ook die kant op gaat? Ja, zeker. Ja. Ja, elke vorm van dementie heeft toch wel zijn fases. Ja. He, pakken we de Alzheimer-dementie, dan begint het met wat vergeetachtigheid. Ja. He, de verdwaalde ik, heet dat zo mooi. Ja. En dan kom je in de bedreigde ik, sorry. Ja. De bedreigde ik. En dan het laatste stadium is echt de verzonken ik. Ja.
En bij de verzonken ik is echt iemand ook echt helemaal vaak alweer... dat hij ook niets meer kan, niet meer zelf kan eten, niet meer zelf kan drinken. Vaak in bed ligt. Ja, ik kon me dat bij mijn moeder goed herinneren. Dat ze op een gegeven moment zei ergens rondom die verzonken ik... Ik weet het niet meer. Ik snap het niet meer. En dat was ook echt een hulpvraag. Ja. Ja. En dat is dan, ik vond dat ik ben dan als zoon, maar ik vind dat dan toch wel dan ga je toch een soort van rouwproces zeker. In. Zeker. Ja. Ja, en vooral als je moeder het ook nog heel erg zelf besefte. Hè? Je hebt mensen die heel erg langzaam in hun dementie gaan, maar je hebt ook mensen die heel erg nog de goede momenten hebben. En dat zie je vaak bij een vasculaire dementie. En die zich dan heel erg bewust zijn van... ik ben ziek, er is wat met me. Ja. Ik weet het niet meer. Ja. En een uur daarna het helemaal niet meer weten. Nee. En wat wij vaak ook zien is van... die kinderen moeten dan ook die andere rol gaan nemen. Hè? Je bent eigenlijk geen kind meer dan. Jij gaat de rol overnemen van je moeder. Ja. En jouw moeder wordt jouw kind. Hm. Dat is het moeilijkste wat er is. Ja, dat is inderdaad ook heel erg moeilijk... U kijkt nog steeds naar Alzheimer Café Graven. En tot 8:30 hebben we een thema-uitzending. En dat gaat over dementie. En dementie. Alzheimer. Zo direct gaan we ook spreken met een aantal andere mensen... die wat kunnen vertellen over informatie en hoe het georganiseerd is... als u behoefte heeft aan informatie. Maar toch even om een draai te maken van er gebeuren ook hele grappige dingen. Dus dat weet jij dan. Ja. Wij lachen iedere dag. Ja? En ik denk wel heel vaak op een dag. En als ik naar Christine kijk, dan klopt dat, hè? Ja, wij maken gewoon heel veel mee. Omdat je mensen gewoon hun gang laat gaan. Mensen mogen zichzelf zijn. En om maar een voorbeeld te geven. Iemand kan gewoon bij ons 4 keer ontbijten. En de 4e keer denkt hij nog dat het de 1e keer is. Ja. En dan zul je zeggen, maar dan eten ze veel te veel. Ja, maar dan geven ze gewoon per keer maar een halve boterham. Ja. En iedere keer is het weer van, ik heb lekker gegeten. Ja. En de volgende keer weer. Ja. En na 4 keer heeft iemand toch een volledig ontbijt op. Ja, het is ook niet vervelend om daarom te lachen. Dus dat is gewoon mooi om te zien. Ja. En Er zijn ook speciale dagen. Dus ik heb hem er even bijgehaald. Wereld Alzheimer dag, wat gebeurt er dan? Enig idee? Ja. Speelt dat bij jullie ook? Nou, wij staan dan echt stil bij. Ja? Bij de ziekte dementie. Ja. En wij bestellen al een hele grote taart voor het hele huis. En wij nemen daar een stuk taart op. Het is één groot feest bij jullie. Ja. Ja. Maar goed, dat... Dat bedoel ik juist. Ja. We moeten het bespreekbaar maken. Ja. Je moet het bespreekbaar maken, niet wegstoppen. Dus en ook in het begin, Christine zei dat volgens mij, kap het ook niet af. Nee. Gaat ook met de mensen die het betreffen, ga het gesprek aan. Ja. En neem er ook de tijd voor. Ja. Ja. En soms weet je niet waar je het over hebt, hè? Nee. Om je een keer, mooi. En hun hebben een heel leuk gesprek. Ik zie hier mantelzorgers helpen met de zorg voor hun geliefde op dementie. .nl. Het is ook een soort van passie. Als ik jullie zo hoor, eigenlijk allemaal. Ja. Het zijn ook allemaal vrouwen. Hoe komt dat nou? Ja, goede vraag. Mogen we deze ook een oproep doen dan? Maar zijn er geen verpleegkundigen, dus die mannelijke verpleegkundigen die zich op dit vak oriënteren? Toch wel. Jawel hoor. En we zien ook al steeds meer mannen in de wijk werken. Hè? En daar kom je natuurlijk van allerlei soorten patiënten tegen. En ook met de dementie. En zo zijn er ook al speciale PG-teams, noemen ze dat dan. Psychogeriatrische teams zijn dat. Ja. En daar werken ook al mannen in hoor. Ja, ja zeker. Nou, gelukkig wel. Ja. Gelukkig maar. We gaan weer een wisselingetje doen. En we hebben een filmpje. We zijn natuurlijk ook even naar de andere locatie gegaan. En dat gaat nu getoond worden. Ik kom daar wel even terug op al die foto's die we nog hebben. Een heleboel foto's. Eerst het filmpje. En gaan we nu opstarten. De samenleving verandert, zo ook de gemiddelde leeftijd. In 2040 wonen er 100% meer mensen ouder dan 70 in Nederland dan vandaag. De aantal mensen die in Graven lijden aan Alzheimer zal dan ook verdubbeld zijn. Wij gaan vandaag op zoek naar wat dementievriendelijk is.
Ik vind die vraag vind ik niet echt gericht, moet ik wel zeggen, of iemand nou dement is, of op beginnend dement. Ik denk dat je altijd uit moet gaan van de persoon die je voor je hebt, van wat de mogelijkheden zijn met die persoon. En om hier een fijne dag te hebben. We proberen zoveel mogelijk eigenlijk zijn we samen een gezin met de verzorgende. We proberen dus voor de cliënten een thuis te bieden en een veilig gebied waar ze zich zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Dus we koken hier ook zelf en mensen die nog in staat zijn om zelf te koken, die helpen ook mee. We doen hier activiteiten, individueel, maar ook groepsactiviteiten. En we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en de behoeften van de cliënt. Ik ontmoet veel mensen met dementie dus. En vaak is het zo dat mensen het heel erg moeilijk vinden om naar een andere plek te gaan dan thuis. Laat zo je verschillende vormen van dagbesteding. En wat we hier eigenlijk proberen te doen, is het juist ook niet het gevoel te geven dat hier een dag besteed moet worden. Maar we laten mensen hier komen, we geven ze een rondleiding en dan laten we ze eigenlijk zelf een beetje vertellen wat ze voelen als ze hier zijn. En soms reageert iemand bijvoorbeeld op de tuin die hij ziet en dan zegt hij, goh, wat een mooie tuin, ik heb heel veel in de tuintijd gevoegd, ik zou best appels willen plukken. We praten over wat wil je zien. Of bijvoorbeeld als je de vijver ziet hierachter, mensen zeggen, goh, ik heb vroeger heel vaak gevist, ik zou heel graag willen vissen. En dan benoemen wij eigenlijk van, nou, dat zou echt iets zijn wat we kunnen doen, dan gaan we dan op die manier organiseren. Nou, de ontmoeting, de dagactiviteiten van Catharinehof, is eigenlijk iedereen welkom met een WMO-indicatie of WLZ overbruggingszorg die thuis wonen. En voor iedereen die een fijne, dagvolle of zinvolle dagbesteding zoekt, die kunnen wij aanbieden. Proberen te kijken naar de mogelijkheden, wat iemand fijn vindt om een fijne dag te beleven hier. U kijkt nog steeds naar het Alzheimer Café vanuit de bibliotheek in Gaven. Inmiddels hebben we een kleine wisseling gedaan met Ans en Ans. En Maaike, welkom hier aan tafel. Ans, wij kennen elkaar ook nog van de Mars. Ja, inderdaad, ik kom ook in de Mars. Ja, toch wel sterk volk aan de Mars. Ja, blijkbaar wel. Toch een goede buurt, hè? Ja, goede buurt. Ja, dat vind ik ook. Nog steeds, ik woon er al heel lang. Dus, wat dat betreft. Maar Ans, je bent ook betrokken bij de gastvrouwenclub. Maar ja. Ja, je hebt ook een echtgenoot gehad. Ja, mijn man die had Alzheimer. Die is intussen al 4 jaar geleden overleden. Maar die had ook Alzheimer. En ik ben nog gastvrouw voor het Alzheimercafé gegaan. Ja. Dus, ja. En hoe lang heeft dat proces geduurd? Een jaar of 8 wel, denk ik. Ja. 7, 8 jaar. Dat is de hele tijd, ja. Je had zoiets van, nou, ik wil me ook blijven inzetten. Ja, nou ja, ik kende Mirjam natuurlijk. En die heeft daar gevraagd. En ik zit op zich is het toch, ik vind het toch wel waardevol om dat te gaan doen. Vind ik wel, ja absoluut. Ja. Je kan ook als ervaringsdeskundige spreken. Ja, want wij zijn toen destijds, was de Alzheimer Café in Os. Daar heet we verder nog nergens. En dat is natuurlijk best wel was een groot gebied naar mijn gevoel. Er kwamen best heel veel mensen. Maar ik heb dat altijd toch wel als heel goed ervaren. Zeker, het was een thema. Er was een keer een geriater op bezoek geweest die dan zijn verhaal hield. Er is een keer zo'n discussie geweest tussen een paar mensen. Dus een mantelzorger en een patiënt en een cliënt en een arts. En dat zijn dan toch, waren toch wel hele leuke, hele goede dingen. Ik heb ook met mijn kinderen zijn er mee geweest. En die vonden dat ook wel heel goed. Zeker in de beginperiode, want dan is alles nog, alles is nieuw natuurlijk. Of het nog voor Gerrit nog wel geweldig was, dat weet ik niet. Maar hij ging wel met ons mee. Dat is inderdaad wel zo natuurlijk. Ja. Heb je veel zien veranderen in de afgelopen jaren op dat gebied? Ik heb er de latere jaren ben ik er nooit meer geweest. Ik weet ook niet of het nog toen dan bestond. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar mijn man die ging toen niet meer zo graag ergens overal mee naartoe. Dat hebben we dus gewoon niet meer gedaan. Maar de beginperiode heb ik wel als heel goed ervaren uiteindelijk. Dat is zeker waar. Dat is absoluut zo. Dus, ja. Mooi. We komen straks even terug op de vrijwilligers, de gastvrouwenclub. Mm-hmm. Zo direct gaan we nog wat mensen voorstellen daarachter. Dus camera, mensen dat jullie het weten. Ans, jij bent van Alzheimer, Land van Kuik. Ja, Land van Kuik en Gennep. En Gennep, ja. Gennep. Dat is net de grens over. Ja, maar Gennep heeft zich aangesloten bij het Land van Kuik. Ja. En wij zijn blij dat Gaven nu ook weer bij het Land van Kuik komt. Zoals het eigenlijk altijd hoort geweest is, hè? Nou, daar kunnen we het nog wel even over hebben. Goed. Nee, maar dat is het andere verhaal. Ja. Maar goed, we zijn een beetje chauvinistisch, hè? Dus als we zeggen dorpje, dan roepen we er gelijk 500 stad. Maar goed,
Alzheimer Land van Kuik. Ben je ook gekoppeld aan de landelijke organisatie? Ja, wij zijn Alzheimer Nederland is opgedeeld in regio's. Mm-hmm. En Land van Kuik en Gennep is één regio van de, ik geloof in de 30 in Nederland. En wij horen bij Zuid-Nederland. En zo is het via Alzheimer Nederland opgedeeld. En elke regio heeft een coördinator die in dienst is bij Alzheimer Nederland. Ja. En dat is de schakel tussen Amersfoort en de regio's. Dan ben jij dus de coördinator dan? Nou, ik ben coördinator van de cafés vanuit het bestuur hier. Ja. Maar we hebben een regio-coördinator die in dienst is van Alzheimer Nederland. En die is de coördinator van de regio's. Daar werk jij weer mee samen? En daar werken wij als bestuur mee samen. Ja, of daar werken jullie als bestuur mee samen, ja. En wat doet Alzheimer Nederland dan voor de regio's? Wat is hun rol dan? Nou, Alzheimer Nederland heeft natuurlijk... Ze geven echt ondersteuning. Alle informatie, alle brochures. Ze doen voor mensen, voor vrijwilligers, heel veel scholing. Op elk gebied is er scholing. Zij sturen aan dat mensen ook echt geschoold worden en weer informatie kunnen geven op hun eigen plekken in de regio, zeg maar. Dus Alzheimer Nederland doet heel veel. Daarnaast hebben zij overkoepelend contact, natuurlijk landelijk, met overheden, met zorginstellingen, met zorgverzekeraars. Ja. Ze doen heel veel van de gelden die bij Alzheimer Nederland binnenkomen, gaat naar onderzoeken. Ze onderzoeksprojecten in binnen en buiten. En wat voor gelden zijn dat dan? Rijksgelden of... Nou, Alzheimer Nederland krijgt natuurlijk legaten. Ja. Er komen allerlei financiële gelden binnen van sponsors. Ja. Van op die manier giften. Veel geld binnen. Giften. Ja. 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 Oké, snap ik. Ze hebben er één keer per jaar bijvoorbeeld ruim 1 miljoen aan collectegelden al. Oké. Okay. In november is er altijd collecte langs de deur nog steeds. En daar halen ze ruim 1 miljoen voor op. Ja. Maar ze hebben wel inkomsten. Nou, maar daarnaast ondersteunen ze natuurlijk ook met geld naar de regio's. Collectes, maar nooit genoeg. Ja. En men kan tegenwoordig ook chippen, of hoe zeg je dat? Ja. Dames en heren, geen flauwekul, klein geld. Gewoon geld geven. Ja. En het, dat kan niet genoeg zijn, want er is heel veel onderzoek nodig. Nodig. Ja. Ja. Ja, want we hopen natuurlijk nog steeds dat er ooit een medicijn komt, maar... Ik denk dat één medicijn zal er nooit genoeg zijn. Dat zal veel verschillende manieren van het behandelen van Alzheimer en de andere dementieën zijn, denk ik. Ja. Nou, zei je net van ik ben blij dat Graven erbij komt. Is dat ook omdat Graven ook een aantal landingsplaatsen heeft voor mensen met dementie? Is het de Katrinehof, een soort rechtkamer? Ja, nou die zijn dan in heel Land van Kuik natuurlijk ook. Hè, elke maar waarom, waarom vind je dat zo belangrijk dan? Nou, wij hadden altijd het idee van Graven hoort bij het Land van Kuik. Ja. Maar doet niet mee met Land van Kuik in bepaalde opzichten. Ja. Dus we zijn, toen de vraag kwam... Ik zie jou lachen dus dat. Ja, herkent het. Is natuurlijk zo. Jullie gaven toch ook aan dat de andere regio wat minder prettig was om de café te bezoeken? Nou ja, Os was toen best wel ver weg. Maar dat was wel heel groot, vond ik toen. Dus ik weet niet hoe groot het gebied was toen. Maar er waren wel heel veel mensen dan. Ja, een grote zaal, heel veel mensen waren. Ja, maar we zijn ook kunnen één gemeente. Ja, het is wel verder gewoon in je eigen omgeving, in je eigen plek. Dat denk ik wel. Ja. Voor heel veel mensen die hier wonen, die daar. Nou, als we het dan daarover hebben, over een eigen plek. Ik heb het je horen zeggen hoe belangrijk een plek is voor mensen met dementie. Ik hoorde je in het filmpje ook zeggen van als je altijd deed vissen, dan kunnen we ons hier achter vissen. Als je deed bakken, dan ga je bakken. Dus daar vertelde je iets over. Maar hoe belangrijk is een plek? Want ben jij verbonden ook aan het Emmausklooster? Ik zal even toelichten. Ik ben ook case manager dus, net als Mirjam. Case manager dementie vanuit Brabant Zorg. Ja. Ik doe dat al 15 jaar, dus ondertussen heb ik wel de hele regio een beetje gewerkt. En nu ben ik de laatste 3 jaar echt in
Graven geconcentreerd. En de dorpjes omheen, dus ook Gassel en Velp en tot aan Schaik en Reek. Graven hebben al twee locaties. En Graven heeft Brabant Zorg in ieder geval de locatie Catharinehof voor het wonen. En wat we nieuw hebben gedaan is in het Emmaus-klooster een vorm van dagbesteding opzetten. Een andere vorm als een reguliere dagbesteding. Dus ja. Vaak boden we mensen iets aan en dan was het programma eigenlijk al gemaakt. In Velp denken we andersom. Van dan kom je en dan kijken wat zijn je interesses en hoe kunnen we daarbij aansluiten in dit gebouw. Dus we bouwen vanuit degene die komt eigenlijk op. Dat werkt vanuit Carousel Groen? Ja. Dat is ook een onderdeel van Brabant Zorg. Ja. Daarin koppelen we eigenlijk twee typen mensen aan elkaar. De mensen met geheugenproblemen en de mensen die een ander rugzakje hebben, maar die ook weer terug hun weg naar de arbeidsmarkt moeten vinden. En die bepaalde capaciteit hebben, dingen goed kunnen, die koppelen we aan elkaar. Dan kan je meer één op één begeleiding geven soms. Ja. Dus mensen krijgen meer persoonlijke aandacht. En dan kan je het vaak, vooral mensen die het moeilijk vinden om naar een dagbesteding te gaan. En vaak denken, dat is niks voor mij en ik wil dat niet in een groep. Ik heb dat nooit gedaan. Voor die mensen is dit soms het opstapje wat minder hoog. En ze komen wat makkelijker binnen. Het is wat vriendelijker. Goeie plek in Emmaus Klooster. En het is een hele mooie omgeving. Dus als je er zelf bent, word je ook al helemaal... Het schijnt een rustige plekje te zijn van heel Nederland. Wordt er helemaal zen van. Ja, dat is echt. Maar ik heb ook begrepen dat... Ik vind het lastig of je patiënten moet zeggen of cliënten. Het zijn mensen met geheugenproblemen of dementie, hoe je het ook noemt. Hè. Het zijn verschillende vormen van dementie, dus het is maar een verzamelnaam. En soms vinden mensen met dementie het heel makkelijk om erover te praten. Ja. Dat benoemen ze het ook. Sommige mensen willen er helemaal niet over praten, nooit niet. Nee. Dus dan is het ook niet een woord of iets wat je steeds naar voren gaat halen. Maar je zegt cliënten? Eigenlijk zijn het gewoon meer... Vrienden? Mensen die je eigenlijk helpt, ondersteunt. Ja, hè? Ja. Mensen waar je mee kennis maakt en waar je ook een tijdje mee oploopt. Hè? Sommige mensen volgen wel 10 jaar. Ik heb dat bij Carousel Groen wel eens gezien en dat ziet er altijd wel gezellig uit. Ja, dat is het ook. Ja, maar zo'n plek is belangrijk, zeg je ook. Van, er moet ruimte gegeven worden en wordt een beetje geïnventariseerd van wat voor type mens krijgen we dan in onze groep. Ja. En daar bieden we dan ook een soort van... Ja, we zeggen dat een menukaartje aan of zo. Gewoon eigenlijk juist dat menukaartje is er dus niet. Hè? Die persoon maakt dat menukaartje zelf. Dus er komt bijvoorbeeld ook een meneer. Wordt het zo mooi gezegd. Ja, ik heb altijd getimmerd. Dan zeggen wij, dan gaan we voor jou een timmerwerkplaatsje inrichten. En dan kijken we hoe die daarmee om kan gaan. Natuurlijk kan die persoon niet meer timmeren zoals vroeger. Maar dan kijken we, wat kan die wel? En als zo'n meneer bijvoorbeeld zegt, vogelhuisje in elkaar timmeren vind ik ook wel leuk. Hè? Dat kan ik ook nog wel. En dan is er soms wel iemand anders die zegt... ik heb eigenlijk zin om te schilderen en jij maakt dat. Ik heb eigenlijk wel zin om dat te beschilderen. Dus zo krijgen mensen ook samen ook weer contact. He, dat is eenvoudig iets. Maar we gaan er ook dingen doen zoals bijvoorbeeld brood bakken en dat verkopen. He, dat is de bedoeling in de toekomst. Als mensen zeggen, dat is iets wat me aanspreekt, dan kan je meehelpen met brood bakken. Maar vervolgens wordt het ook verkocht. He, dus dingetjes gaan ook de buitenwereld in. Dus je probeert mensen van buiten ook naar het klooster te krijgen en dingen zo. Ja. Dat het meer gaat leven. Hè, ik heb het allemaal gehoord. Er is heel veel in het klooster, ook van andere organisaties. Het is ook niet alleen wij. Maar ik heb het van het weekend allemaal gehoord. Dus het kerkje Velp en het klooster en het Bronkhorstklooster. Dat is een hele mooie plek om te zijn. En er worden inderdaad lekkers koekjes gemaakt en brood. En je kan daar koffie drinken. En daar zijn veel mensen bij betrokken met afstand van de arbeidsmarkt. Maar ook... mensen die de mensen hebben. Heel duidelijk. Ja, even over de informatie. Die vond ik ook wel interessant. Ik heb dit gevonden, dat ben ik. En dat is een soort van app. En dat maakt het gesprek gemakkelijker. Met je kinderen of met je buren. Zijn er van zulke tools beschikbaar? Om niet alleen mensen met dementie te helpen. Maar ook de partners en de familieleden. Ja, er is natuurlijk Centrum Mantelzorg, die heel veel mensen, mantelzorgers begeleidt, zeg maar. Dat is in elke gemeente is dat. Ja. En die hebben gespreksgroepen en allerlei vormen van contact, lotgenotencontact en al dat soort dingen. En daarnaast zijn er natuurlijk heel veel apps, ook op Alzheimer Nederland. De site van Alzheimer Nederland is heel breed. Ja. En ook daar zit heel veel in, waar mensen... kunnen kijken van wat heb ik nodig en wat is iets voor mij, zeg maar. Nou, helder, dus wilt u meer informatie sowieso naar alzheimernederland.nl? Nederland is, heeft een site waar je dingen bestellen kunt, waar je gewoon informatie kunt halen, downloaden kunt.
Nou, Ansa, heb je met jouw echtgenoot heb je een proces achter de rug. Dus je hebt ervaring opgedaan met Alzheimer. Mm-hmm. Je bent nu gastvrouw. Je bent deskundige. Laten we het daar even over hebben. Maar wat is nou iets waar je zegt van, nou, als ik dat toch had, hè, dan als er dat zou gebeuren, dan zou dat echt helpen. Ja, ik weet wel, ik ben altijd. Ik had ook een case. Wij hadden ook een case manager. En daar heb ik ontzettend veel. Heel veel aan gehad. Die was er altijd en als ik problemen had, kon ik haar bellen en dan kwam ze weer eens op bezoek. En met haar samen hebben we het hele proces, heeft zij mij eigenlijk helemaal, ons begeleid in die periode. Ja. En ook zeker die laatste periode toen het niet meer zo goed ging, was zij er ook altijd. En dat is toch wel, dat vond ik wel een heel, heel groot goed op dat moment, zeer zeker. Daar heb ik heel veel aan gehad. Ja. En dan had ik dus van buitenaf verder, ging het allemaal wel. Ik heb het ook heel lang gewoon thuis volgehouden. Dat was best wel een heel, heel proces geweest. Maar zij was er eigenlijk altijd wel, als ik er nodig had. Ik heb dus nog wel wat andere begeleiding gehad. Maar dat was wel heel fijn altijd. Dat is, vind ik wel oké. Ja. Als je kijkt van binnen jouw organisatie en binnen jouw rol. In de zaken die jij, waar je voor staat, wat zijn nou zaken die je mist? Of waar je zegt van, nou, daar zou ik nog wel behoefte aan hebben. Nou ja, ik denk wat veel mensen missen, dat ze ook een stukje adempauze kunnen creëren. Dus dat iemand zegt, ik wil nog geen opname, maar ik wil dat iemand even een week ergens kan logeren. Of ik ga een weekendje weg. Ik zou zo graag willen dat mijn man bijvoorbeeld een weekendje ergens kan zijn. Dat herken je ook, hè? Dat herken je eigenlijk ook. En dat is er eigenlijk niet. Weet je, alle verpleeghuizen zitten vaak vol. En die bedden die je eigenlijk voor tijdelijk nodig hebt, die zijn heel moeilijk te vinden. Vaak kan soms wel, moet je het heel ver van tevoren weten. Terwijl, ja, zo'n vraag komt soms in een kortere periode op. En dan zou het heel fijn als je een soort, ja, dat is een vorm van respijtzorg noemen we dat, als je dat kan leveren. En dat is eigenlijk best wel nog niet zo goed ontwikkeld hier in de regio. Dus zouden we echt wel iets aan kunnen doen voor... Een soort vangnet. Ja, een soort vangnet. Ja. Hè? En je hebt ook wel organisaties, bijvoorbeeld Handen aan Huis, hè, die ook vanuit zorgverzekeraar verzekerd worden, mensen in je huis komen, hè, vrijwilligers die daarvoor getraind zijn. Maar ja, dat Handen ook, aan Huis. Ja, Handen. Ja. En, maar goed, het is ook niet altijd even makkelijk te realiseren. Dus, en soms hebben mensen ook zo'n specifieke zorg nodig die alleen een verpleeghuis kan geven. Ja. Hè, want een mantelzorg doet heel veel, wat niet altijd zomaar even door iemand anders over te nemen is. Hè. Nee. Het is gewoon ingewikkeld. Ja. Ja. En overigens logeerhuizen en zo. Ja. Die ja, ook steeds meer komen. Die zijn er wel, maar voor hier zeg maar in de buurt praat ik dan. Ja, ja. Voor Graven is het, het is wel overal in Nederland. Ja. Maar als je dan zegt van we missen hier, dan denk je dan... Hans, als mensen informatie willen van Alzheimer Land van Kuik, waar kunnen ze dan terecht? Nou, als we cafés hebben, dan staan we altijd met een informatietafel in de cafés. En in het Land van Kuik is het zo dat wij inmiddels 6 gemeenten hebben met Graven erbij. En de cafés zijn wisselend in elke gemeente 2 per jaar zo ongeveer. Dus het staat ook op de banner daar dat we een reizend café zijn. Dus wij hopen ook dat mensen meereizen door het Land van Kuik heen om zoveel mogelijk in het café te kunnen zijn, zeg maar. En waar is de informatie beschikbaar? Wij hebben een site, een regio-site. En daarnaast geven we, als we cafés weer hebben, en nu hebben we online cafés opgenomen. Ja. En niet zoals deze rechtstreeks, maar met filmpjes die uitgezonden worden. En daarnaast... Als we weer cafés gaan starten, dan geven we een flyer uit. En dan is het duidelijk wanneer de cafés zijn. En wij zitten altijd op de derde maandag in de maand. En ik geloof als je naar alzheimernederland.nl gaat, dan kan je naar de regio's. Hè? Regio's, en daar, daar zit Land van Kuik en Gennep. En dan kom je op de site van de regio. Nu is er in oktober weer een Alzheimercafé. Ja, en er zijn ook een aantal gastvrouwen dus die bij betrokken zijn. Naast Ans, en even de camera mensen even meekijken. Daar, we hebben, ja, kijk, ja, ik ga maar even staan. Dus, wat is jouw naam? Astrid Kramer. Dolinda van Kester. Sorry, Kes? Van Kester. Van Kester en? Ja, nou kijk, dit zijn onze vrijwilligers, hè? Zo zeggen we dat dan, hè? Ja. Heel belangrijk in het café. Ja, vrijwilligers zijn sowieso heel erg belangrijk. Natuurlijk, mensen zijn overal natuurlijk. Ja, ik moet ook zeggen, alle vrijwilligers steun ik van harte. En hoe kan je Alzheimer überhaupt steunen? Er zijn speciale sokken.
Ik heb toevallig nu geen sok aan. Oh ja, natuurlijk. Ja, maar sinds dat mijn moeder is overleden, shirtjes, maar ja, heb ik alleen maar die sokken gedragen, van die blauwe gekke sokken. Ja. En ze hebben nog verschillende kleur. Ja, en er zijn weer nieuwe. En dat, is, dat kost ook niks, maar dan steun je ook zeg maar onderzoek naar Alzheimer. Ja. Dus in die zin, en shirtjes en petjes. En natuurlijk het speldje met het vergeet me nietje. Ik was met mijn kettingje vergeten. Ja, want daar heb ik een plaatje van, is het vergeet me nietje. Ik heb zo'n kettingje met. Het was voor Vaderdag, is een houten sleutel. Hangen. Een houten sleutel hangen. Ja, het is net Vaderdag geweest. Dus ik ben weer met iets anders verrast. Dat is er nu ook weer nieuw. Ik wil u allemaal bedanken. Bets, Christine, Mirjam, Nienke, Suzanne, Yvonne, Elle, twee keer Ans en Maaike. En Elle ook voor de redactie samen met Mirjam hebben hard gewerkt om mij te voorzien van heel veel informatie. Ik wil de kijkers bedanken dat u aanwezig bent geweest. En dit wordt nog herhaald. Dus maak je geen zorgen, kun je nog een keertje kijken. Okay. Bij Omroep Land van Kuik op kanaal 40 van Ziggo en KPN kanaal 1475. En natuurlijk onze cameramensen en onze productiemensen en de bibliotheek van Graven. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot het volgend Alzheimer Café. Graven, Land van Kuik, maakt niet uit waar. Ergens. Tot ziens. Okay. Mooi.